Ik ben weer bij het Jorst, die bent pretpraatloket. En daar is hij weer. Ja hoor, daar zijn we weer. Zoals beloofd. Gezellig. Leuk, Marco. Ja, je had wat beloofd vorige keer. Dus ja, ik zie al wat staan. Maar ik denk dat jij er zelf wel het een en ander over kan vertellen. Ja, nou ja, wij van de fans van Marco de Hollander. We hebben een vriendengroep op Facebook. Die zijn eigenlijk allemaal een beetje verknocht aan onze vrienden van de Jorst, die bent ook. En wij hebben bedacht van, nou, in deze coronatijd kunnen we misschien die gasten nou eens een hart onder de riem steken. Dus wat hebben we met elkaar gedaan? We hebben gezorgd dat voor iedereen er een fanpakket is van Marco de Hollander. Met daarin, ja, eigenlijk allemaal verrassingen, maar ik zal een beetje vertellen. Een DVD, een CD, de nieuwe poster, nieuwe fotokaarten, maar ook de nieuwe fansjaal van Marco de Hollander. Nou, kortom, in alle pakketten hebben we leuke dingen gestopt voor onze vrienden. Oh, dat is toch te gek, man. Je bent ook een goed mens. Jeetje, wat zullen ze daar blij mee zijn, ja, Marco. Hopen we ook, want het is allemaal vervelend genoeg op dit moment. En ja, ze zitten ook thuis, dus misschien vinden ze wel lekker om even een cd'tje of een dvd'tje dan te kijken. Top. En dan toch een klein beetje de tijd door te komen, ja. Nou, ik vind het geweldig. Ik ga ze met heel veel liefde rondbrengen. Ga ik even door de hele regio rijden. Ik dacht, jij hebt toch ook niks te doen? Nee. Nee, nou Marco, echt ongelooflijk veel dank hiervoor. Een ontzettend dikke knuffel. Willen wij de Jorst, die bent even een hart onder de riem steken. Jongens, hou nog even vol. Ja. Ondanks dat we nog niet mogen spelen, speel gewoon lekker thuis. En, ja, precies. Voor je weet samen met elkaar. Ah, topje. En misschien kunnen we via internet wel eens een keer een nummer samen doen. Weet je wel. Dan komen we ook alweer uit. Gaan we ook. Maar een ongelooflijk dikke knuffel voor jou. Ik mag je natuurlijk niet knuffelen. Nee. En er staat ook een heg tussen van 2 meter. Hè. Ja. Maar ontzettend lief. Je bent een topper en onwijs bedankt. Graag gedaan. En jongens, tot snel. Hoi. Doei.